Aiko, sinds kort heb jij op social media een klik met een hele leuke jongen met wie jij chat en foto's uitwisselt. Deze jongen is het helemaal voor jou en vandaag hebben jullie afgesproken in een park. Nasreddin, als IT'er ken jij de gevaren van social media voor meisjes zoals je dochter Aiko. En omdat waarschuwen of verbieden geen zin heeft, heb jij jezelf met valse foto's op een site gezet die Aiko vaak bezocht. En ze heeft gehapt. Aiko, jij zit op de afgesproken plek te wachten als daar ineens jouw lieve, maar sullige vader aankomt lopen. En die kan je even niet gebruiken. Oké. Hey. Pap? Hey. Wat doe jij nou hier? Ik zat te wachten. Laat maar eens naar je kijken. Mag ik even bijzitten? Wat doe jij nou hier, schat? Hey. Pap, er komt zo iemand, hè? Oh, je hebt een afspraak? Ja. Met wie? Hij heet Rick. Rick? Rick. Ik ken helemaal geen Rick. Hij is ook nieuw. Oh? Ik ga hem voor het eerst zien. Heb je een blind date? Ja, een soort van. Met Rick? Ja. Waar ken je Rick van dan? Facebook. Van Facebook? Dus je hebt een blind date met Rick van Facebook? Ja, en? Volgens mij heb ik altijd tegen je gezegd dat je met dat soort dingen moet uitkijken. Ja, maar ik kijk uit. Ik ben heel voorzichtig. Hoe laat heb je met hem afgesproken? 2 uur. Wil je dat ik wegga? Ja. Pap. Ik wil wel weg als jij... Ja, ik weet niet of die nog gaat komen, maar... Ik ga wel even weg. Vind je dat zomaar goed? Als jij zo graag met Rick wil afspreken, terwijl je Rick helemaal niet kent... Ja, ja ik... Ik wilde gewoon... Hij was heel aardig. Hij ging opeens foto's sturen en zo. Heb jij ook foto's gestuurd? Ja. Hoe? Nou, door op verzenden te klikken. Ja, dat snap ik. Maar wat voor foto's heb je Rick gestuurd? Je kent Rick helemaal niet. Ja, ik vind het een beetje raar om dit te bespreken. Ja, maar ik ben je vader, hè? Je bespreekt het met je vader. Heb je selfies gestuurd? Heb je jezelf uitgekleed? Dat soort foto's? Heb je dat soort foto's naar Rick gestuurd? Dit is social media. Weet je wat er kan gebeuren met dat soort foto's? Het kan zomaar verspreid worden door deze Rick. Ik denk dat ik Rick kan vertrouwen. Je vertrouwt iemand die je nog nooit hebt gezien of gesproken. Alleen maar met je mobiel hebt... Hoe kun je zo iemand vertrouwen, lieve schat? Ja, misschien is het wel een beetje raar... als je opeens foto's van jezelf gaat sturen. Maar ik bedoel, hij wilde dat. Ja, dat kan hij wel willen. Ja, maar dat hoort er gewoon bij. Ja. Heeft hij jou ook foto's gestuurd? Ja, een paar. Wat voor foto's? Dezelfde die ik stuurde. Hij zei nu jij. Dat is niet waar. Ja, anders dan kom je toch... Ja, sorry, maar als hij... Hij heeft jou geen foto's gestuurd. Hoe weet jij dat? Waarom lieg je tegen mij? Hoe weet jij dat? Je bent de enige die foto's heeft gestuurd. En je bent ver gegaan, schat, met foto's. Papa, hoe weet jij dat? Is dit Rick? Ja. Ga even zitten. Waarom heb je dat gedaan? Omdat ik weet hoe die wereld is in elkaar zit, lieve schat. Ik weet wat er gebeurt. En ik heb jou langzaamaan zien veranderen. Je verdween. Je verdween in je mobiel. Je hebt foto's gestuurd naar iemand die je niet kent. Heb je die ook gezien? Maar ik zie jou toch? Ik ken je toch? Ik ben je vader. Kijk hoe je erbij loopt. Dit is toch niet... Dit ben je toch niet? Ja, Rick wilde dat ik zoiets aandeed. Ja. Nee, ik wilde dat. Ik wilde weten hoe ver je zou gaan. Ja. En kijk eens, je kent Rick niet en je gaat al zo ver. Sorry. Het is oké. Maar ben je ook blij ergens dat ik Rick ben?
En dat er hier niet toevallig een jongen zit die echt... Ja. Ja? Mag ik dat eraf halen? Ja. Sta je niet. Oké, tot hier.